ja, je ziet het wel op tv en dan denk je van wauw, dat is echt een prinsessendroom. En ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk, want ook een klein meisje was een kroon en zo'n mooie jurk, maar nooit echt op me doorgedrongen van dat ga ik een keertje doen in mijn leven. Nee, dat totaal niet. Naast een kroon en een sjerp kreeg Lotte bij thuiskomst ook een warm onthaal van de buurtbewoners. Ik ben direct begonnen nadat ik hoorde, we hebben een mis. En toen ben ik achter de computer gaan zitten en heb al die woordjes en lettertjes allemaal uitgeprint. Nou, je merkt dat ze wel veel volwassener is geworden. Veel, veel zekerder van zichzelf. Je begint een hele andere meid weer thuis te krijgen. En, ze weet wat ze doet nu. En ik denk dat ik dat ook wel heel erg leuk vind. Ja, het was heel spannend, want iedereen werd het podium opgeroepen. Dan sta je daar met de 5 teens en dan natuurlijk de 5 beauties die de vragenronde net hebben gehad. En natuurlijk, dan wordt het top 3 bekendgemaakt en dan ben je alleen maar van, oh, wat zou het toch leuk zijn. Dan stond ik daar nog met Milenka en die was gelijk helemaal in tranen van blijdschap. En ik eigenlijk ook, en elkaar knuffelen en we gunnen het elkaar allebei zo erg. En natuurlijk wordt het nog even spannend gemaakt en toen werd nog mijn naam een keer geroepen dat ik winnares was. Nou, toen had ik het niet meer. Ik was zo blij. Ik was echt heel blij. Lotte, die had wel, er zijn wel altijd een heleboel mensen tegen ons zo van, Lotte moet iets gaan doen. Die heeft een mooie gezichtsuitstraling, heeft mooie ogen. Maar ik denk dat wij daar te nuchter voor zijn. Ik ga nu naar Miss Teen Teenager Universe. En dat is volgend jaar. Het kost wel veel tijd en ik heb natuurlijk ook nog een baantje. Maar ik probeer het zoveel mogelijk te combineren. Maar ik ga natuurlijk met de volle 100% hiervoor. En gewoon alles wat lager doen. Maar ja, ik ga wel heel erg mijn best voor doen.